Eindelijk kunnen ze hun zoon weer knuffelen. De familie huilt van geluk en laat elkaar voorlopig niet meer los. 24 jaar geleden werd de jongen ontvoerd terwijl hij aan het spelen was. Hij was toen pas 2 jaar oud. Wie erachter zat is nog niet duidelijk. De ontvoering gebeurde bij het huis van de familie in de Chinese stad Laocheng. De vermissingszaak werd heel erg bekend in China. Dat kwam doordat de vader van de jongen een grote zoekactie opzette. Na de ontvoering reed hij op zijn motor het hele land door om zijn zoon terug te vinden. Aan die motor maakte hij vlaggen vast met grote afbeeldingen van zijn verdwenen zoon. Volgens Chinese media reed de man meer dan 500.000 kilometer op 10 verschillende motoren dwars door China. Van de vermissing en de zoektocht van de vader werd een bioscoopfilm gemaakt. Het lukte de vader niet zelf om zijn zoon terug te vinden. Dat deed de politie afgelopen zondag, waarschijnlijk met behulp van DNA-onderzoek. De politie heeft laten weten dat er 2 verdachten gearresteerd zijn. De jongen is inmiddels 26 en werkt als leraar. De komende tijd moet duidelijk worden wat hem al die jaren is overkomen.